Nee. Deze boy. Ik pak deze camera uit mijn tas en deze boy gaat gelijk kijken of hij er goed uitziet. Weet je, ik ben gewoon puur. Oké, okay, plan de campagne van vandaag. We gaan naar een botanische tuin. Ja. Maar, het zit niet helemaal mee. Het zit niet helemaal mee. Zoals we op zich allebei wel een beetje gewend zijn van elkaar en van het verkeer hier. Klopt er gewoon geen zak van. Er klopt gewoon geen fucky van. En een bus die gewoon midden ergens in de middle fucking of nowhere zegt, hier eindigt onze halte. Ik durf echt met zekerheid te zeggen dat dit een goede bus is. Maar, maar... die kan ook net zijn weggereden. Oké, okay, we gingen zeg maar net filmen, mijn view uit omdat er geen bestand meer was. Nee. Dus we weten niet meer waar we geëindigd zijn. Oké, okay, we gaan dus naar een botanische tuin. Ja. Dat was eigenlijk de keten van ons. Ja. En de kern was ook dat Milan net de huige poes van de vrouwelijke poesjes heeft gezien. Ook eigenlijk echt niet prettig. Maar ik denk dat ze de ment was. Hallo. Ik heb altijd chance met oude mannen. Wow. Ah. Maar goed. En we hebben net een heerlijke cinnamon roll gegeten hier. Gewoon gaaf. Van de Starbucks. Van de Starbucks. En heel mijn koffie is over mijn jas heen gevallen. Mijn handen zijn zo plakkerig nu. Echt verschrikkelijk. Maar ja. En dan hebben we het goed gemaakt, hè? Met een lekkere zin in mijn rom. Dus dan ben ik niet plakkerig. Zo ja. Nou, we zien jullie zo terug in de botanische tuin. En we zijn binnen. Kijk, we zijn binnen. Volgens mij is het dus echt super groot hier, hè? Botanisch museum, hoef ik niet uit. In de avond krijg je korting, dus nu maar 3 euro. Ik hoop dat het leuk is. Ja, nou en het is sowieso lekker rustgevend, weet je wel. Weet je, even een wandelingetje maken, even pas op de plaats. Misschien hebben ze hier wel Pokémon. Oh! Er zat trouwens vanochtend een Pokémon in mijn kamer, hè? Welke heb je gevonden? Ik heb hem gevangen, ja. Hoe dan? Niet gooien, je moet het balletje swipen. Een woord gezegd dat je je telefoon moest gooien. Wat is dit dan? Ik snap het gewoon niet. Dit is een. Oh, dit is wel een Pokémon spot. Ja, als ik er een vind, word ik helemaal parre, man. Even. Oké, wacht. Dit is gewoon onkruid. Niet aanzitten, niet aanzitten. Als ik dit er nou afhaal, zeg nee, maar. Nee, dadelijk gaat het sproeien. Dadelijk. Oh. Ah. Hier kun je echt een mooie fotoshoot doen. Zo, dat jij naakt gaat, het naakt in de natuur. Lijkt me heel leuk. Kunnen we hier gewoon naar binnen? Probeer de deur maar open te doen. Nee, ik denk dat we daar naar binnen moeten. Oh, wat leuk hier. Jongens, ik vind het nu al echt een tip. Zit hier beesten? Ik ben dus heel blij met hier beesten zitten. Een krokodil of zo. Ik ging vandaag mijn was ophangen. Zat er dus een cactus in mijn jurk ineens. Echt? Hier weet ik dus echt iets over te vertellen. Kijk, als hier een vliegje opkomt, zet hij dus plaksel aan die rand, kan die vlieg niet weg en dan gaat het blad dicht. Nou, tijd. Maar hoe lang moeten we hier nu wachten? Als ik moet invallen, hè? Ik moet en vloggen en foto maken. Je houdt je handje in die. Oh, hou alsjeblieft je hand. Ja, Fleur, loop nou maar niet zo op mijn zenuwen te werken. We kunnen weer terug. Oh. Ik lag er echt bijna in, hè? Echt niet grappig. En daar moeten wij. Na kans of kans. Oké. Wat deed je nou, Fouke?
Kijk, het wordt allemaal blauw onder mijn nagel. Auw. Sorry. Kijk. Er is een bloeduitstorting al onder. Kijk hier. Zo even. We gaan naar de tafel zitten. Oké, we gaan even bij deze skere tent een kopje drinken. Terwijl genieten van dit enorm. Ik zo. Terwijl wij. Ik kan niet meer praten, kut. Terwijl wij genieten van dit enorme. Terwijl wij. Ik kan gewoon echt niet meer praten. Terwijl wij. Wat ergens? Dat is echt niet expres. Terwijl wij genieten van dit Ik kan echt niet meer normaal praten. Zweetvlek? Shit. Oké, we zitten hier lekker te genieten van het enorme mooie uitzicht. En deze mevrouw loopt even de amandelen van het stukje appeltaart af te snoepen. Zoals ik al zei, Fleur loopt even de amandelen van ons stukje appeltaart af te halen. Omdat ik allergisch ben voor noten. Wil je nou zeggen dat het moeilijk is? Het is echt moeilijk, want er zijn ook helemaal kleine stukjes. Als je in Berlijn bent en je wilt even rust, dan moet je hier komen zitten. Het is echt lekker vredig hier. Hum to hain cappuccino. Cappuccino. Tum pila zara haseeno. Weet je, Fleur, leuk weetje. Het schijnt bij elke brandnetel staat dus altijd een andere plant in de buurt. Die je zeg maar weer kan ontdoven. Ja. Ja, wist je dat dan? Gehoord. Fleur, apport. Stop. Ze wil heel even Chinees breien. Wat? Chinees breien, ken je dat? Nee. Je doet, wacht. Nee, maar doet het pijn? Nee. Zo moet je doen, oké? Blijf staan, hè? Oh, shit. Wacht, even opnieuw. Ik moet even nieuw pakken. Even wachten. Even wachten, jongens. Nee, ik weet al wat jij wilt doen. Jawel, want dan heb ik die dingen allemaal in mijn mond. Nee, jawel, ik zie het aan je gezicht. Niet waar. Wacht nou maar even. Kom maar hier staan. Ja, hè? Dat is het, hè? Nee. Oh, vuile trucje. Nee. Daarom heb je ze ook zo. Nee. Jawel. Nee. Mag ik het bij jou doen? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Ja. Nee. Niet in mijn face. So she wrapped me up with such tenderness. So I've seen loneliness. So she tied me down in her sweet caress. Coming from the confines of your own mind, my dear. Het zonnetje komt door. Yay! Is all that you'll find that's clear. And tomorrow will always come. And
Zo, dat was het dan. Dat was het dan. We gaan weer naar huis. In de botanische garten. Maar het was wel heel leuk. Ja, het was heel en leuk. En rustgevend. Ja. En wat voor een avontuur hebben we beleefd, dat is hoor. In die paar uurtjes. We gewoon lekker gewandeld, rust, plantjes bekeken. Een aanrader hoor, als je in Berlijn bent, vind ik. En je wilt even rust hebben. Oké. Okay. Nou, tot zover ons botanisch tuinavontuur. Doei! Yesterday.